Arre Zuurmond heeft als predicaat onorthodox en activistisch. Als ombudsman Metropool Amsterdam bindt hij de strijd aan voor de publieke waarde. Confucius zegt, vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. En wat ik wil is dat mensen ervaren wat er niet goed gaat, ervaren dat het beter kan. En dan maken ze zich dat eigen en dan ontstaat een verbetering. Vandaag bespreekt hij met de gemeente Zaanstad het afgelopen half jaar. Daarbij staan ze stil bij het verschil tussen de systeemwereld van de ambtenaren en de leefwereld van de burgers. We hebben ook soms even iemand nodig die van buitenaf die spiegel voorhoudt van wat gebeurt er nu eigenlijk? En gaan we ook daadwerkelijk als uitgangspunt die leefwereld van mensen hanteren? Ze blijven ook wel als een bijtertje doorgaan om ervoor te zorgen dat datgene wat er structureel achter zit geagendeerd blijft en dat ze daar verbeteringen in realiseren. Arre bespreekt op kantoor de dossiers met zijn team. Samen kiezen zij de beste aanpak. Niet iedereen werkt al door even vrijwillig mee, dus dan is het soms ook heel fijn dat je net dat stukje gezag erin kunt gooien. Arre gaat op bezoek bij een bewoonster van de Amsterdamse binnenstad. Ze heeft veel overlast van stappende jongeren. Om dit te ervaren, bleef Arre een nachtje slapen. Permanente Project X. Een volledig uit de hand gelopen situatie, waarbij misschien wel het moeilijkste wat ik vond voor mevrouw is dat er gewoon geen handhaving is. Ik word niet serieus genomen, zo voel ik het eigenlijk. En ik ben dus door de heer Zuurmond wel serieus genomen en dat voelt als een bevrijding dat je denkt van eindelijk iemand die luistert. Voor Arre begint publieke waarde met wat mensen echt willen en daarop handelen. En in dat vertrouwen, daar valt nog een wereld te winnen. In dit geval heb ik een vrij hardhandige brief geschreven die heel erg in gewone mensentaal de schrijnendheid weergeeft. Nou, dat is binnengekomen. En ik hoop op die manier de politiek, maar ook het ambtelijk apparaat, te dwingen om te luisteren. En mijn belangrijkste taak is dan daarmee het vertrouwen weer een klein beetje te herstellen. Dat kost tijd, maar dat is wel mijn doel.